Hoi allemaal! Ik kreeg een hele leuke vraag, namelijk wat er in Niels' kledingkast zit. En heel toevallig heb ik hem net opgeruimd, dat stond er echt volledig los van. Maar het was meer dat de kleinste maten te klein werden. En dus was het hoog tijd om de kleine maten eruit te halen en de grote erin te doen. Dit is de kast, ik heb ook nog een commode, dus ik ga je laten zien wat erin zit. En laten we maar gewoon beginnen. Nou, dit is de kast. Als je een roomtour wil zien, die zal ik hier ook wel even ergens linken. Of aan het einde, of onderaan, of allebei. Of gewoon hier ergens in zo'n kaart bovenin. Dit is hem. Nou ja, ik zeg wel opgeruimd, maar de onderkant niet. Maar die zien jullie nu niet. Ik heb hier een plank boven nog. Ik zal het even laten zien. Hierboven ligt een plank. En hier ligt al, hierachter, jullie kunnen het niet heel goed zien, maar hierachter ligt al een hele stapel met kleding die te klein is geworden. Ze groeien natuurlijk super snel, maar ze hebben ook heel veel kleding nodig. Gewoon puur om het feit dat ze alles onder spugen en poepen en doen. En ja, daar valt niet echt op te wassen. Dus ik ga je nu laten zien wat er nog wel in ligt. Ik heb hier allemaal broekjes. Bijvoorbeeld deze, die is van H&M. Sowieso zit H&M kleding hem het beste. Je ziet mij trouwens alleen maar mijn mond. Zo, dus ik kan wel iets lager. Bij hem zit H&M kleding het beste omdat hij lang en slank is. Hema is wat meer voor de echte Hollandse kids. En nou ja, Primark heeft niet echt hele duidelijke B-maat. Dus hebben we best wel veel al, is al te klein nu voor hem. Dat heeft hij wel graag gedragen. Maar H&M zit hem dus heel erg goed. Dit is bijvoorbeeld ook van de H&M. Dit hoort bij zijn Darth Vader pakje waar jullie zo nog een deel van zien. En we hebben net ook weer wat leuke nieuwe dingetjes gekregen. Deze kreeg ik bijvoorbeeld van een collegaatje en deze van H&M. Maar deze zijn wel lekker lang voor hem. Deze is nog net iets te groot hoor. Het is weer net één maatje verder. En hetzelfde geldt voor deze. Die kreeg ik van mijn nichtje. Ook echt super tof. Dus dit is eigenlijk wat hij nu aan heeft. En dit is weer, zijn weer iets grotere maatjes. Maar wel zitten wel close bij wat hij nu heeft. En dan heb ik hier nog wat spijkerbroekjes. Waarvan nu alleen nog maar deze pas, de rest is nog te groot. En dan heb ik hier alles wat hangt. En ik heb vooral truitjes en onesies, die hang ik hier. En zijn pyjamaatjes. Bijvoorbeeld dit truitje van H&M met een egeltje, vind ik heel schattig. Wat een merk wat hem heel mooi zit is Zacht. Z en dan een 8. Alleen, dat is best wel duur merk. Dit heb ik een keer bij de Bijenkorf verkocht. En dit zit hem echt super, want dit is gewoon lang en slank, zoals je ziet. En nou, hier hangt het ook weer op maat. Dus van wat kleiner naar wat groter. We hebben laatst alweer wat dingetjes voor net iets groter gekocht. Dus vinden we heel leuk, maar hij is echt nog te groot hoor. Van H&M. Dit is bijvoorbeeld iets van de Primark. Een rompertje als blouseje. Die past hier nu wel. Maar Primark zijn hele rare maten, dus daar moet je gewoon echt kijken hoe je kindje eruit ziet. Deze die draagt hij ook graag, ook van deze van de Hema. Maar hier hebben we dus weer dat de mouwen eigenlijk net iets te lang zijn en dit begint eigenlijk alweer kort te worden. En het zit een beetje wijd. Hij lijkt er een soort bodybuilder in. Nou dan, dit is allemaal alweer nieuwer, dus dat heb ik er wel in gehangen, maar dat heeft hij nog niet aan. Deze, die zijn super schattig. Dit zijn pakjes, maar dit zijn eigenlijk zomerpyjamaatjes. Dus dat kan hij, is een beetje lastig voor hem om aan te trekken. Dus wat we vaak doen is gewoon een rompertje eronder en een broekje eroverheen. Vinden ze ook wel heel cool. Er zijn er twee van Batman, maar die hebben we gekregen. Een van onze favoriete items is deze. Dit is een onesie van de Primark en die past hier nu perfect. Waar hij eigenlijk al sinds zijn geboorte super veel plezier van heeft, is deze. Deze dragen we vaak als hij naar buiten gaat. En dit is van het merk Gimp. En dit is maatje 56. Dat is eigenlijk zijn maat nu, maar hij heeft het al eerder ook aangehad. En ja, het zit gewoon goed. Nou moet ik zeggen dat we ook een hondenpakje hebben. Een onesie van de Primark. En die is fantastisch, maar die zit nu in de was. Zoals wel meer dat nu in de was zit. Deze heb ik laatst in de sale bij de Zara gekocht. Die past hier bijna, denk ik. Dat is ook een onesie. En dan met ijsbeertjes. En dan is dit zijn jas. En ik moet eerlijk zeggen dat we hem eigenlijk nog helemaal niet hebben aangehad. Gewoon omdat het best wel lastig is om een jas aan te trekken bij een baby. En hij is best wel warm. En zo koud is het nog niet geweest. Dus als het echt kouder wordt, dan gaat deze aan. Maar voor nu zit hij gewoon prima in die onesie.
Dan hebben we hieronder nog een deel. Maar daar staan bijvoorbeeld schattige schoentjes. Deze heeft hij aangehad met kerst. Maar ja, hij loopt natuurlijk totaal niet. Dus het ziet er een beetje idioot uit. Maar we hebben ook al wat schoentjes voor als hij net weer ietsje ouder is. Deze zijn echt fantastisch. Die zijn van de Primark. En dat is eigenlijk een beetje zijn kleding. Verder ligt hier nog wat beddengoed onderin en zo. Maar dat is allemaal niet zo interessant. Dan gaan we nu naar de commode. Nou, dit is de commode. En hier heb ik gewoon eigenlijk heel veel rompertjes in. Rompertjes met lange mouwen. Deze bijvoorbeeld van de Hema. Deze zijn best wel lastig aan te doen omdat ze vrij stug zijn. Rompertjes met korte mouwen. En deze zijn bijvoorbeeld ook nog te groot. Die heb ik van mijn vader en mijn broertje gekregen voor Sinterklaas. Maar die is nog te groot. En dan rompertjes zonder mouwtjes. En ik moet zeggen dat ze de maat Hema maatje 50-56 nu al een beetje te kort voor hem begint te worden. Dat is lastig. Dan allemaal hydrofiele lui of washandjes en deze leuke van Rituals. En dan een slag hydrofiele doeken. Want daar heb ik er 100.000 van nodig. En dan heb ik hier achterin heb ik allemaal, dat zag je trouwens niet in de room tour. Ga ik even eentje uithalen. Ik heb van oude glossy boxes en pretty boxes, daar heb ik een plakfolie mee gedaan. Dit is van de H&M. En dat past perfect bij onze gordijnen. Of van de H&M, van de Hema bedoel ik. En daar hebben we, daar heb ik allerlei dingen in gedaan. Zoals hier zitten de mutsjes in. Heb ik er nog één met sokjes en één met spuuglapjes. Ik zal nog even een paar van mijn favoriete rompertjes laten zien. Deze, voor wie mij op Instagram volgt, die heeft hem al voorbij zien komen. Mijn Instagram is @karinwening, zal ik ook wel even ergens linken. En even kijken waar hij heen is. Deze, die heeft hij van Sven gekregen. En die hoorde dus bij dat Galaxy broekje wat je al eerder zag. Don't mess with my daddy. Maar eigenlijk heet het Mess with my daddy, want elke keer als hij dit pakje aan heeft, dan spuugt en poept hij Sven onder. Dus dat heeft hij goed voor elkaar. Deze hebben we net nieuw, die is nu nog wat te groot, maar die vinden we ook zo leuk met girafjes. Deze is van de Hennes. Even kijken. En de rest van mijn favorieten zit denk ik in de was. Oh, en deze is nostalgie. Deze is te klein, maar die heb ik nog even in laten zitten, want dit is wat Niels aan had toen hij geboren werd. Nou, niet toen hij geboren werd, maar daarna. Dit hebben we hem aangetrokken toen hij net geboren was. Zo klein. Kijk, als je het nu al vergelijkt met deze. Het is echt al zo'n verschil. Ik weet niet of het overkomt. Zo, ik sta even een beetje gehurkt. Maar dit is dus alles wat er, zeg maar, zijn kledingkast. Wat ik aanraad voor kinderen is joggingbroekjes. Dus allemaal gewoon fijne, zachte stofjes waar die lekker in ligt. Want ik merk dat we de spijkerbroekjes eigenlijk bijna nooit aandoen. Gewoon omdat dat zit gewoon niet lekker. Onesies als pyjamaatjes, daar zijn wij dol op. Dus gewoon met voetjes en alles. En dan gewoon van lekker katoen, niet te warm. En verder, ja, je hebt gewoon een slag rompers nodig. Van heb ik jou daar, lange mouw, korte mouw. Ik zou alle soorten een beetje doen, zeg maar. En als jongetje heb je dus gewoon of een truitje of een blouseje, zeg maar, en dan een broekje. En ja, dan zijn wij dus wel fan van de truitjes. En ja, kijk gewoon heel erg welk merk bij jouw baby past. Dus koop niet al te veel vooraf. Ik zou wel gewoon wat in huis hebben. Omdat je daar ook de eerste dagen echt totaal natuurlijk geen zin hebt om daar iets mee te doen. Maar weet je, kijk even welk merk bij jouw baby past. Want elke baby heeft een heel ander lijf. En Niels bijvoorbeeld heel lang. Dat wisten we eigenlijk al toen we in de buik zaten. En dan zijn vaak dus onesies met voetjes eraan lastiger. Omdat die daar dan te lang voor is. En dan zit het verder wijd. Aan het begin ging dat nog wel. Maar nu moeten we eigenlijk de onesie net een maatje groter doen. Zodat die dan lekker zit. Maar het zijn wel lekkere pyjamaatjes, moet ik zeggen. Dus we dragen ze nog wel graag. En verder, ja, weet je. Zorg dat je één warme onesie hebt voor naar buiten. Want de jas is echt lastiger aan te trekken. En zit ook best wel bol. Capuchons zien er heel leuk uit, maar niet heel praktisch. Want een kindje die ligt daar dan de hele dag op. Want baby's liggen nou eenmaal gewoon heel veel. Dus capuchons, wij hebben ze ook. Maar praktisch is het minder. En mutsjes handig voor naar buiten.
En ja, dat zijn denk ik mijn belangrijkste tips. Misschien dat er nog meer bij me binnenschieten. Dan zal ik het wel in een ander filmpje nog noemen. Maar dat was het. Oh, ik zet mijn haar in. Dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mijn benen die breken nu van het gehurkt staan. maar is goed voor de spierentraining. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval super leuk dit soort verzoekjes. Dus laat vooral weten als je nog andere verzoekjes hebt. En super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Een beetje een champagne gouden kleur die ik graag op mijn beweegd ooglid aanbreng. Gewoon soep, soep, klaar.